Leer Engels, los het mysterie van Hawthorne op en versla de Weather Witch. Hawthorne in Engeland. Wat is daar nou te doen? En het regent er ook nog eens de hele tijd. Mick heeft dan ook weinig zin in de wandelvakantie. Hoi, ik ben Mick. Ik ben nu in Engeland op vakantie met mijn vader en moeder. Mick, kom je nog? We gaan zo weg. We gaan weer wandelen. Ik wil niet, het regent. Gelukkig mag hij van zijn ouders zelf op stap. Als hij maar zijn Engels oefent. En voor hij het weet, komt hij terecht in een superspannend mysterie. Beleef samen met Mick dit spannende avontuur en leer Engels. Bij de cursus Engels leren krijg je allemaal coole dingen, zoals een supercool kaartspel en een spannend bordspel. En tijdens het spelen oefen je Engelse woorden. Zo is Engels leren superleuk! Nu zie je hoe je de uitspraak van de woorden oefent. Mick heeft een aantal huisdieren geleerd. Ken jij ze ook allemaal? Ja? Wat is dan kat in het Engels? Cat. Je stuurt de opgenomen woorden online op. Je Engelse leraar vertelt je op dezelfde manier of je het goed hebt gedaan. Tijdens de cursus maak je ook online oefeningen. Hier zie je een online oefening uit de eerste lesweek. De moeder van Mick legt uit hoe het werkt. Ik spreek Engels en jij klikt op het plaatje dat daarbij hoort. Ik ben moeder. I am mother. Goed zo. Mick raakt steeds verder verstrikt in het mysterie. Maar zijn nieuwe Engelse vriendinnetje, Kate, helpt hem. Je snapt het nog niet. Mick, jij gebruikt de kaart niet. De kaart gebruikt jou. Mick gaat de strijd aan met de Weather Witch. Om te winnen moet hij al het Engels gebruiken wat hij heeft geleerd. Heeft Mick genoeg Engels geleerd om zijn weg te vinden door het labyrinth en de Weather Witch te verslaan? En zal de zon ooit weer schijnen in Hawthorne? Ontdek zelf hoe het afloopt met de cursus Engels leren van LOE Kids.